De 35e Annual General Meeting van de Kanto heeft van 27 tot en met 30 januari plaatsgehad in Georgetown, Guyana. Suriname heeft geparticipeerd met onder andere minister Pengel van OWTNC, Wendy Yapayou van de TAS en andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Tijdens deze vergadering heeft Julian Wilkins het voorzitterschap van de Kanto overgedragen aan David Cox van Cable & Wireless. Gedurende de twee termijnen van Wilkins zijn er enkele belangrijke doelen bereikt. Er is onder meer een Disaster Recovery Network voor de regio geïntroduceerd. Het belang van communicatie bij natuurrampen die het Caribisch gebied geteisterd hebben, is essentieel gebleken. Het ondervoorzitterschap van de Kanto wordt nu ingevuld door Mike Antonius, hij is CEO van Telesur. Met deze positie heeft Suriname weer een leidende positie binnen het telecomgebeuren in het Caribisch gebied.